Oh. Staat weer in de weg. Hoppa. Oh. Wij willen daar naar binnen, naar... Ja, ik weet niet eens waar ik ben, joh. Ik ben met mijn hele familie in Thailand. Met mijn Taiwanese familie ben ik in Thailand. En dat is de Aziatische week. Helemaal volgepland met activiteiten. En ik weet eigenlijk niet eens wat we gaan doen. Dus ik sta nu opeens hier. Maar volgens mij is dit het... Het ziet eruit dat de woning is van de koning of zo. Een soort de Paleis Soestdijk, alleen een Thailand versie. En ik zie dat je klederdracht hebt. En Iris, mijn vrouw daar, die heeft een korte broek aan of een jurk. Nee, we noemen dat een rok. Dus die moet nu kleding kopen. En waarschijnlijk betaalt ze daar flink voor. Wat een toeristentrap dit. Oké. En de rest van de groep, die komt er ook aan. Ik weet niet waar ze zijn. Die zitten in een taxi momenteel. Die komen hier ook naartoe. En het is knetterwarm, jongen. Het is iets van 35 graden. Wat heb je betaald voor die... Voor de kleed? 150. 150 baht? Ja. 3 euro, wauw. Oké. Okay. Is dat een echo? Ik hoop het. Ja. Oh. Yeah. Moet je komen, ja. Het heeft iets weg van een Apple Store gecombineerd met Mecca. Vind je dit? Kijk. Ik moet een beetje denken aan die... in Mecca, weet je, dat islamitische gebedgebied, zeg maar. Maar het doet me ook een beetje denken aan de Apple Store. Ah, ik vind die jurk staat jou wel goed, hè? Loop eens iets naar achter. Even kijken, even een showmodeltje geven. Geef ze even een fashion show. Ja. Thailand catwalk. Wow, oh, 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 oh. Oh, mijn vrouw, hè? Dit is mijn vrouw. Goed, we zijn hier bij de Koninklijke Tempel. Of zoiets, ik weet het ook niet. Ik zie allerlei tierenlatijntjes. Allemaal waanzinnigheden. Ik heb mij niet ingelezen, dus ik kan geen Maarten van Rossum zijn vandaag. Om te vertellen wat hier allemaal gaande is. Ik heb er geen idee van. En ik heb het echt warm. Net als deze meneer. En we zien hier voornamelijk westerse mensen. We zien Chinezen. We zien... Wat bent u, meneer? Mevrouw, geluk, sorry. Dit ziet eruit als mijn lijstje. Dit even raden, hè? Wat denk je? Geen idee. Die was moeilijk te peilen. Ja, dat is een Taiwanees. Dat zou zo'n Taiwanees kunnen zijn. Ja. Ik zie ook veel Franse mensen. Ja, dat ruik je ook als je er langs loopt. Zo flauw. Ja, ik weet hier niks van te vertellen, man. Ik weet wel dat ik het heel interessant vind dat ik op deze plek ben gekomen opeens. Ik heb nooit echt behoefte aan om naar kerken en tempels te gaan wanneer ik gewoon in Nederland ben. Maar wanneer jij en ik op vakantie gaan, dan gaan we opeens allemaal dit soort dingen bekijken. Dat is apart, hè? Hoezo is dat? Iris en ik gingen een keertje naar Antwerpen, een dagje naar België. Hadden we een hotelletje geboekt. 'S Ochtends werden we wakker. Wat zullen we gaan doen? Zijn we naar de kerk gegaan om daar naar dat gebouw te kijken. Het is exact hetzelfde kerk als in Utrecht, de Domkerk. Sterker nog, volgens mij is die groter. Maar hoezo ga je daar dan heen, hè, opeens, hè? Why we always go to this kind of thing? Yeah. When we travel, hè? Funny, hè? Ja, voor mij een foto hier maken. Foto maken? Ja. Ja, maar ik ga hier wel staan in de brandende zon. Mijn telefoon is overwit. Snel, kom. Kom, kabel. Ik spreek heel. I have a composition already. Oh, je hebt zelfs een compositie? Ja. Die ik moet aanhouden. Ja, hoor. Ja. Rooming sweet time. You need to rooming sweet time. Een keer drietje? Ja, yeah, and you do this one in the... One yeah. Here. Then I was stand here. I go there. Wacht, oké. Okay. Ja! Oké, staan! Oké, dan moet ik zo doen of zo? Ik snap er helemaal niks van. En ik zie mijn telefoonscherm niet meer, hè? Het is helemaal overhit. Oké, wacht even, kom dit! Het is gelukt, kijk even of je het kan zien. Of je blij bent. Of de foto goed is. Ja, heel goed. Ja? Heel goed. Heb ik het gedaan? Yes. Ja. Oké. Okay. Wil je ook een foto van mij maken? Nee, te warm. Ja, wat is dat nou? Nee. Oh, ben jij? Nee, ik heb geen foto nodig. Pak het. Kom, we gaan. Yes. Ze zegt gewoon nee. Wil je een foto van mij maken? Nee, is te warm. Ja, en ik dan? Ik heb daar een kwartier in de brandende zon gestaan. We zijn net hier binnen geweest.
En daar is een of andere Boeddha beeld. Dat mocht ik niet filmen. Daar was iedereen heel stil en iedereen zat op de grond. En er was een gouden beeld en dan keken daarna. En wat ik merk een beetje is, mijn opvatting, mijn analyse, is dat boeddhisme in Thailand is een beetje net als de katholieken in Nederland. Je hebt katholiek en protestant in Nederland, hè? Katholieken zo erg van de tierenlantijntjes, mooie kerken, beelden en dat soort dingetjes. En de protestanten die zijn een beetje in het zwart, zo. En technisch gezien ben ik ook boeddhistisch. Ik heb me ooit een keertje om laten dopen tot Japans boeddhisme, Zen-boeddhisme. En Zen-boeddhisme, dat is eigenlijk hetzelfde idee dan wat er hier gebeurt. Maar het kan je meer vergelijken met een beetje de protestante versie van het christelijke. Geen beelden, geen grote tempels. Het gaat puur om meditatie, zitten op het kussen en kijken wat er gebeurt in je geest. Terwijl hier ligt het toch, ja, als ik het zo even zie, even heel plat gezegd, wat meer op externe goden. Maar het is veel meer tastbaar en zichtbaarder dan Japanse boeddhisme, zeg maar. Oh, waarom mensen ik mijn schaduw in? Schaduw. Oké. Okay. Weet je wat ik het knapste vind aan deze tempel? Dat ze dit gebouwd hebben met deze warmte. Can you imagine building this terwijl het 36 graden is? Hele jaar door, ja. Weet je wat trouwens grappig is? Is dat je ziet allemaal mensen hier op allerlei culturen, hè? En dan zie ik een paar mensen en denk ik, dat zouden, ik zweer het je, dat zijn Nederlanders. En dan loop ik er daarheen en dan ga ik luisteren, hè, zo. En verdomd, het is echt apart dat je Nederlandse mensen zo makkelijk als Nederlander herkent. Maar Nederlanders en Fransen, die zien er in principe een soort hetzelfde uit. Maar toch, een soort gevoel heb je erbij, hè, van, ja, dat zijn Nederlanders. Even luisteren. En jou, hoor. Maar bij mij raden ze het nooit, want, ja, waar ben ik? Echt, niemand heeft bij mij ooit geraden dat ik een Nederlander ben. Ah. Heb ik al gezegd dat het heel warm was, of niet? Ja, volgens mij wel. Hé, hey, dit is een café, ma. Daar moet je airco. Ja, airco. Goed. Okay. Kijk, dit is een leukere Thailand, hè. Het echte Thailand. Dan gaan we hier een straatje in. Naar een of ander restaurant. Hé! Hey. Mama Nali. I don't know. Oh, different car. Mijn moeder kwijt. Schoonmoeder. Hey, Marijn. Marijn. Zie jij wat ik zie, jongen? Kijk eens. Lijpe shit. Ze zijn weer een landparty aan het houden hier. Alsof ze alleen maar landparties aan het doen zijn. Een landparty is een evenement waarbij je met je eigen computer naar een grote zaal gaat. Vroeger deden we dat, hè? Toen ik jong was. En dan ging je alle computers met elkaar verbinden via kabels. En dan ging je dan met elkaar computerspellen spelen. Zoals Counter-Strike, Soldier of Fortune, Unreal Tournament. En dat deed je dan een heel weekend lang. Kijk, dat zag er zo uit. Tegenwoordig heb je gewoon internet. Dan heb je dat niet meer nodig. Maar vroeger in mijn tijd had je dat nog niet internet. Of nog niet zo snel. Dus in Nederland, parties. Dus daarvoor elke keer als ik die kabels zie, moet ik aan Marijn denken en aan landparties. We zijn een van de, ja, een soort, laat ik zeggen, goedkoper restaurant. En we hebben eten besteld. En ik ben benieuwd of het super spicy is. Ja? Moet je even opletten in Thailand, hè? In Taiwanland. Laat. Spicy, ja. Dit zou niet heel spicy moeten zijn. Maar het is echt heet. Nice, hè? Maar wel lekker, hè? Oh, houdt ze, hè? Het is een zoerol. Vlees, lekker. Varkensvlees. Het is een zoerol, man. Varkensvlees. Zoerol. Het is wel spicy, hè? Holy shit. Volgens de menukaart is het niet heel spicy. Dus dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar wanneer het wel spicy genoemd wordt. Hoe spicy dat dan is, zeg maar. Lekker. We zijn nu bij een van de verkleedshow. Iedereen is zich nu aan het aankleden in een soort traditionele Thailandse kleding. En gaan we zo naar een tempel naar foto's maken. Maar, did you vampin? You fart? Ja? Yeah? I don't hear. You look really Thai cool. Maar ze gaan dus allemaal aankleden zoals je ziet. Iris is nu boven aan het
aankleden in Thailandse kleding. Thaise kleding. Maar ik heb hier echt geen zin in. Ook ik heb mijn grenzen. Ik heb er echt zo'n hekel aan om zo opgedoft in kleding te gaan. Zo. Met allemaal gouden sieraden op me. En dan, nee, ik weet het. Ik vind dat gewoon niet leuk. Ik heb ook een schurfthekel aan carnaval. Ik weet niet waarom, maar vroeger op de basisschool... Dan moesten we verkleden ook. En ik ging altijd als mezelf. Of als een turtle. En het enige had ik dan een Teenage Mutant Ninja Turtle. Had ik zo'n band op mijn hoofd. Gewoon mijn normale kleding. Dat was het. Ja, ik kom van boven de rivier. Ik heb geen zin om allemaal dit soort dingen te doen. Dus mijn familie gaat het zo wel doen. En ik ben wel weer de cameraman. Doe ik toch nog iets. Yay! Yeah. Yeah. Wow. Wauw! Wauw! Yay! Wat was de werk? Die werkt hier. Ja. Jongens. Oh, too late! Go back again! Again! Oké. Okay. Klop! Eén, twee, san! Kawadika! Wow! Ja! Met de IKEA bag! Go home, Kalle! Ja. Het is een heel klein tasje, hè? Nee. Er kunnen net een paar bitcoins in, zo. Een lauwpo beautiful. Lauwpo, toi. Voor de lauwpo, hou Xiao Liang. Mee jouw ifu. Hou Xiao Liang. Oh, mee jouw ifu. Wauw. No, no, I mean, in type, no type core ifu. You know? Nou, ik bedoel niet zonder kleding. Ik bedoel, zonder, normaal ook al mooi. Oh. Ja, ik zei het Chinees. Zonder kleding is zo mooi. Ik bedoelde, zonder traditionele Thaise kleding is mijn vrouw ook al heel mooi. Totaal verkeerd vertaald. Goddammit. Mijn heen. Oh, sorry. Hé, hey, cool. Ja. Weet je wat me opvalt hier in Thailand? Dat er weinig... Er zijn heel weinig mensen op straat. De hele tijd. Vrij rustig. Ik heb er even over nagedacht. En ik denk omdat dat is omdat het knetterwarm is. Helemaal lijp. Multitasken, oké. Oké. Ik doe even dit, jongens. Ik ga even een video voor u maken, ja. Ik zie je in het volgende shot. Ik moet even focussen. Can we move this side? Okay, yeah, I can't make it. Okay. And for the last one, can everybody, when I count 1, 2, 3, I would like everybody walk to me. Okay. Maybe okay. Just 3 oh, steps, okay. Like 1, 2, 3. Okay. Got it. We want more? I do more. Thai老婆 is a while and we will shooting close. Yeah. Oh yeah, more close-ups. Hey, die zijn van Guantanamo Bay, de Amerikaanse gevangenis in Cuba. We dragen die terroristen ook altijd van die oranje kleding, toch? Purse is zo grappig. Rug recht. Ja. En naar de grond kijken. Zo ja, ja. Humble. Zo ja. En niet zo evil. Ja, oké. Okay. Oké, very nice. Very nice. We zitten erachter allemaal foto's te maken. En ik zit hier even te wachten. En ik zat aan een gesprek te denken die ik laatst had met Iris. En die heb ik eigenlijk al jaren wat ik tegen haar zeg. Dat zal ik even met jullie delen. Ik zeg altijd tegen Iris, als ik jou niet had als vrouw en ik haar man was, zeg maar, dan was ik waarschijnlijk monnik geworden. Boeddhistisch, zeg maar. De hele dag mediteren en het spirituele pad bewandelen. Maar ik heb ervoor gekozen om gewoon in een materialistische wereld te staan momenteel. Met een vrouw, een huis, geld, bitcoins harken, de prijs bekijken, nog meer geld, rondvliegen in vliegtuigen om hier te belanden in Thailand, CO2-uitstoot, pam, pam, pam. Dat is de materialistische wereld. En die vind ik heel leuk, zeker. Maar ik heb altijd tegen Iris gezegd, als ik jou niet had... Dat klinkt heel erg alsof ik nou mijn vrouw als een soort object zie, maar dat bedoel ik niet. Als ik single was, dan zou ik denk ik kiezen
voor een totaal ander leven waarbij ik het spirituele pad bewandel. Lijkt me heel vet, heel spannend. Wat zal dat brengen? Weet je, de materialistische wereld die kennen we allemaal wel. Hè? Meer geld, meer geld, meer geld, meer huizen, grotere huizen, dikkere auto. Zo'n oneindigheid al groter en groter. En dat is heel vet. Ik heb nu de iPhone 14 Pro. Binnenkort heb ik waarschijnlijk de 16 Pro. Pop, 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 weet je dat? Hartstikke leuk, alles wordt beter. Maar er is ook nog een andere kant van het leven die ook heel erg interessant is. En dat is de innerlijke groei. Maar het is heel erg moeilijk te combineren volgens mij om het spirituele pad 100% te kunnen bewandelen. Maar ook met je andere been nog in het leven te staan, genaamd het materialistische bestaan. Volgens mij is het heel moeilijk om te combineren. Mij lukt het niet. Dus het is het een of het ander. En momenteel zit ik in het een. Ja, de wereld met mijn vrouw en mijn familie. En mijn lijpe Taiwanese familie. Oh, we gaan even door. Ja, hou hem hard, je vallen. Ha? Kan je? 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 Ze gaan even omkleden naar het café. Goed idee. Kijk, dat bedoel ik, hè? De materialistische wereld. Koffie atten, betalen, koffie drinken, cafés, pam, pam, pam. Ook leuk, ja toch? Hé, hey, waar ga je heen? Oh, why stay here? Oh, we gaan nog foto's maken. Fuck, we zijn nog niet klaar. Oké, nou, ik ga hier wel weer zitten. Ik zit nog even na te denken over wat ik net allemaal zei, hè? Dat je dan spiritualiteit kiest, of niet, of wel. Maar weet je, dat is helemaal fout, hè? Want kijk, de Boeddha, die zei eigenlijk dat de weg naar verlichting is de middenweg. Dus je hoeft helemaal niet te kiezen voor, oh, ik ga nu spiritualiteit doen of nu kapitalisme. Nee, 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 nee. Het is beide. Het totale leven omarmen zoals het is. En niet gaan labelen. Niet goed of slecht. Geen dualistische gedachtes. Dus beste mensen, ik ga gewoon bij mijn vrouwtje blijven, spiritualiteit beoefenen en de nieuwste iPhone kopen. Hey, heb ik mezelf mooi weer eruit geluld, hè? Oké, okay, taxi. Bye bye. Wauw! Champagne! Oh, zij zijn klaar, klaar. Sappel, sappel. Oké. Lopen. Ja, kook. En we hebben mijn schoonmoeder aangereden, hé, het gaat. Zo, we gaan opeens van spirituele tempels en verhalen over dat ik in een klooster wil zitten. Gaan we weer terug naar de materiële wereld. We gaan winkelen. Holy shit! Fucking hell, wat is dit voor lijp circus? Ik dacht dat Taiwan een groot shoppingcenter had. Maar dit is echt... What the fuck? Hier is en de rest is met een andere taxi. Die komt er zo meteen aan. Wij zijn er alvast. Wat, moet je kijken hoe groot het is. Kijk dat op, hè? Dit is mijn hand, hè? Mijn kleine krekelhandje. Ter vergelijking, hè? Ter verhoudingen gemeten. En check die wolkenkrabbers, hè. Wat een gebouw allemaal, lijp man. Ah jongens, even die muziek uit. Zachter. Anders krijg ik copyright claims. Zachter. Wauw. Het is wel een vette wagen. Wauw. Ik ken het merk helemaal niet. Of is het Suzuki? Oh, dat is Toyota. Vet, in Azië heb je allerlei auto's die helemaal niet in Europa worden geïmporteerd, hè. Check, dit is gewoon een busje. Een vette voorkant. Gruwelijk. Daar zou je een mooie camper van kunnen bouwen. Hè? Even naar binnen kijken. Nice. Ziet er goed uit. Check het dak. Oh, dat is ook leuk. Ja, ook leuk. Maar ik zou eerder zoiets kopen. Daar heb je veel meer aan. Ja, ja. Tenzij je je schoonmoeder haat. Dan moet je zo'n auto kopen. Dan kan ze nooit instappen. Mooi, hè? Nee, zoiets zou ik willen. Campertje van bouwen. Oké, vet. Dit soort winkels vind ik vet, hè? Camerawinkels. Daar ging ik vroeger echt graag heen. Maar weet je, ik film nu alles gewoon op mijn iPhone. Het is jammer, hè? Eigenlijk is dat wel jammer. Aan de ene kant een groot voordeel. Maar aan de andere kant heb ik ook geen camera-spullen meer nodig. Dus je kan niet meer lopen geilen op nieuwe technologie. Ja, kan wel, maar ik koop het niet, want ja, ik heb gewoon een goede iPhone en that's it. En veel vragen er dan aan mij, voor Purs, waar film jij je YouTube-kanaal mee? Nou, met een iPhone. Sinds de iPhone 7 film ik alles op mijn YouTube-kanaal gewoon met een iPhone. Sterker nog, ik edit mijn video's
voor 80% denk ik ook op een iPhone. Leuk hè? Met de app LumaFusion. Wauw. Dat is wel mooi. Mooi, mooi, mooi. Live rich now. Live richer now. Ja. Nice. Curious. Simple ways to become instantly richer. Zal ik je een tip geven? Om Bitcoin te kopen en vasthouden. Dat is niet zo moeilijk. Nou, hoef je dat boek ook niet meer te lezen. Hey, dat boek is duur. Hoe duur is dat boek? 20 euro. Oh, het is een heel duur boek. Ja. Oh, misschien geeft het wel een tip. Schrijf dure boeken over hoe je heel makkelijk rijk kan worden. En zo word je rijker. Hey, snap je? Het is meta. Discipline is destiny. Discipline is destiny. Zou ik een voorbeeld geven van discipline? Koop Bitcoin en hou vast. Oh. Alles is Bitcoin. Ja, dan word je rijker van en je krijgt discipline. Huh? Why they don't teach you at Harvard Business School? What they don't teach you at Harvard Business School? Koop Bitcoin. Yeah. Kijk, dit is het enige boek die je eigenlijk moet kopen. De Bitcoin standaard. Kijk. Nee, eigenlijk ook niet. Yeah. Het geld dat je spendeert aan dit boek, kan je beter in Bitcoin steken dan dit boek kopen. Yeah. Je hoeft het helemaal niet te lezen. Gewoon Bitcoin kopen en forget about it. Oh, 30 euro. 30 euro? Mm, ja. Moet je nagaan. 30 ja. euro. Kijk toch beter in Bitcoin steken. Dat boek niet te lezen. Oké, we zetten hem weer terug. Zo. Allemaal onzin, al die crypto boeken. Crypto traden moet je ook niet doen. Van ruilen komt huilen. Traden, dat moet je niet doen. De meeste mensen verliezen daar geld mee. Investing, zo moeilijk is het niet. Gewoon dit kopen. Eye drops, mistakes. Every investor makes. Ja, weet je wat een mistake is? Crypto verkopen, dat is een grote mistake, hè? Bitcoin dan, hè? Al die andere altcoins die moet je gewoon verkopen. Maar Bitcoin moet je vasthouden. Oké. Het is zo makkelijk eigenlijk, hè? Hoezo moet er zoveel boeken over worden geschreven? Het is allemaal niet zo moeilijk. Al één investeringsboek is wel een goede trouwens. Dat is deze. Peter Lynch. Dat is echt een heel goed boek. One Up on Wall Street. Een van mijn favoriete investeringsboeken. Wat hij daarin vertelt is eigenlijk vrij simpel. Investeer in dingen die je snapt. En waar je een affiniteit mee hebt, een interesse in hebt. Dus bijvoorbeeld, als je heel veel video's kijkt over Apple, als je alle keynotes leuk vindt om te kijken, dan weet jij waarschijnlijk al veel meer over Apple, het bedrijf, dan jouw buurman die video's niet kijkt. En dan moet je daar misschien ook maar eens even aandelen van kopen. Zo heb ik bijvoorbeeld wel Nvidia gemist. Ik weet heel veel van computergames en grafische rekenkrachten en AI, dat soort dingetjes. Want dan ben ik vergeten om net iets verder te denken en Nvidia aandelen te kopen. Snap je? Want ik zag hoe AI aan het groeien was, hoe dat exponentieel aan het knallen was. Maar ik heb die link niet gelegd van, dan had ik ook Nvidia best wel kunnen kopen 2 jaar geleden. En dit boek eigenlijk, ja, dat gaat daarover. Investeer voornamelijk in de dingen die je interessant vindt en snapt. Ja, ik snap deze. Jij ook, hè? Oké, dan zitten we op dezelfde lijn. Oh, waar is mevrouw? Ja. Nou, beste mensen, dat was de video van vandaag. Wij gaan zo nog even shoppen. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet kopen. Dat is dan weer een nadeel als je alles hebt, behalve een goed lichaam. Grapje. Ik heb wel even eten gehaald. En kijk wat ik heb gehaald, hè? Ja, speciaal. Dit is Peking duck. Maar een combinatie die ik niet ken. Want ze doen de groenten bij en ginger. Super lekker. En normaal krijgen de rijst bij. Maar ik zei tegen die man, ik hoef geen rijst. Ik eet voornamelijk keto, zeg maar. Geen rijst, brood, dat soort dingen. Ik krijg wat suikerdip. Maar hij keek heel raar. Hij zei, geen rijst? Wat bedoel je, geen rijst? Nee, ik hoef geen rijst. Oké. Hij moest hier even een eitje gekocht voor mij. Oh, de dan? Ja, de dan. Nice, Shishini. Thank you. Zo? Ja? Hey, you try. Oké. Very good. Ja? Oké. Mooi. Wat heb jij eigenlijk? Hete soep. Oh, ik heb groenten gekregen. Kijk jongens. Duck, groentes, ei. Top. Oké. Zie je in de volgende video. Een nieuw avontuur vanuit Thailand, Bangkok. Cheers. We say bye bye. Bye. Mijn schoonmoeder is heel moe. Volgens mij. Ja, oké. Zie je later. Cheers.